kun je een glas breken met je stem. Live vanuit Paradiso is dit de Universiteit van Nederland. Zo. Hey, hallo allemaal. Mijn naam is Gideon Koekoek. Ik ben een natuurkundige van Maastricht University, helemaal uit het diepe zuiden van het mooie land. En het is een ontzettende eer voor mij dat ik hier vanavond mag staan in mijn oorspronkelijke thuisstad Amsterdam en notabene in het poptempel Paradiso. Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat u op dit moment denkt, ja, maar zouden we het niet vanavond over muziek gaan hebben? Wat doet de natuurkundige op het podium? Als u dat op dit moment afvraagt, maakt u geen zorgen. U zit hier goed, ik ben hier ook goed. We gaan het inderdaad hebben over de link die er bestaat tussen natuurkunde enerzijds en muziek aan de andere kant. Als u denkt, ik zie die link niet meteen, nou, daar gaat het natuurlijk vanavond over. Maar als u ooit wel eens een oud tekenfilmpje gezien heeft, dan herkent u dat misschien wel. Hè? Dan staat er zo'n stripfiguurtje ergens zo, hoppakee, aan deze kant van het podium of zo. En die heeft er nog een glas wijn in zijn hand. En dan staat er aan deze kant, staat er dan vaak zo'n operazanger of een operazangeres ontzettend mooi te zingen. Ja, of heel vals, hangt een beetje van het tekenfilmpje af. Maar in ieder geval zingt hij zo hard dat het arme stripfiguurtje hier aan deze kant, dat glas in zijn handen breekt. Nou, is natuurlijk een tekenfilmpje en je kunt je afvragen, is dat dan wel echt waar? Kan dat dan echt? Daar gaan we het vanavond over hebben. Als het kan, dan betekent dat dat er dus een belangrijke verband bestaat tussen enerzijds de natuurkunde, dus de eigenschappen van het glas bijvoorbeeld, en de andere kant het zingen, de muziek zelf. En die link er is er, die gaan we naar kijken. Maar dat is niet mijn enige boodschap voor vanavond. Kijk, natuurkundigen, die hebben er vaak last van dat mensen denken dat ze heel slim zijn. U ziet het aan mij, dat valt best mee, hè? De reden dat natuurkunde lang niet zo moeilijk is als dat mensen vaak denken met al die moeilijke formules en al die begrippen die je moet weten, dat is omdat de natuur eigenlijk heel erg vaak van één en hetzelfde trucje gebruik maakt. Dat is goed nieuws als je natuurkunde wil begrijpen. Dat betekent namelijk dat als je het hier een keer begrepen hebt, dan snap je het ook daar en daar. En laat nou één van die trucjes die de natuur elke keer weer opnieuw gebruikt, laat het nou precies diezelfde regels zijn waar muziek en geluid aan voldoen. Dus ik hoop u vanavond ook een stukje natuurkundeangst weg te nemen en te laten zien dat het een fantastisch, begrijpelijk vakgebied is. Nou, laten we maar meteen gaan beginnen. Als we het over geluid en muziek gaan hebben, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat wij geluid even heel goed gaan definiëren. En om dat te doen, moet ik u eigenlijk in een poptempel vragen om iets godslasterends te doen. Namelijk zo stil mogelijk zijn even, als het kan. Nou, ging goed, hè? Wat we gedaan hebben is dat wij de deeltjes waar de lucht uit bestaat, dat wij die hebben stilgezet. Op dit moment doe ik het tegenovergestelde. Mijn stembanden zijn die deeltjes in trilling aan het brengen. En dat betekent niks anders dat die luchtdeeltjes heen en weer aan het trillen zijn. En uw oor, uw biologie is erop gemaakt om dat op te vangen. Stilstaande licht kunt u niet horen, trillende licht kunt u horen. Dat is precies wat geluid is. Wat ik niet bedoel, is dat als ik nu aan het praten ben, dat ik dus luchtdeeltjes met een noodgang door de zaal aan het schieten ben en dat die vervolgens zo gebombardeerd wordt door mijn luchtdeeltjes. Hè? Dat is niet wat ze doen. U kunt weggeblazen worden door muziek, maar dat is niet wat wij bedoelen hiermee. Wat we wel bedoelen is dit. Luchtdeeltjes, ik zei het al, die trillen heen en weer. Dus we moeten mijn vuist even voorstellen als een heen en weer bewegend luchtdeeltje. Nou, prima. Die blijft redelijk op zijn plek. Hij beweegt heen en weer. Maar ja, daarnaast zit ook een luchtdeeltje. Staat stil. Maar paf, die is er tegenaan gebotst. Dus die is nu aan het trillen. Maar die heeft ook weer een buurman. Dat is deze. Deze was aan het trillen. Die botst daar tegenaan. Dus die trilling wordt met botsing doorgegeven, ondanks dat elk luchtdeeltje redelijk op zijn eigen plek blijft. Nou, dat doorketsen van die botsing, dat is hoe mijn geluid, dat ik nu aan het maken ben, van mijn stem bij uw oor terechtkomt. Nou, dat kan u best abstract vinden, want ja, luchtdeeltjes zijn heel klein en je kan ze niet zo goed zien met je ogen. Dus daarom is het goed om dat even op een andere manier te demonstreren. En daarvoor heb ik hier zo'n ouderwetse traploper. U kent ze wel, hè? Je kunt van de trap laten lopen, je kunt er ook behoorlijk mee in de knoop raken als u niet uitkijkt. Dit is eigenlijk een heel mooi model om dat effect even te laten zien. Moet u even elk van deze ringen hiervan zien als zo'n luchtdeeltje. Ik moet hem alleen even ver uitstrekken. En mijn armen gaan niet zo ver, dus ik heb een assistent nodig. Wat zou het mooi zijn als er een oud student van mij in de zaal zou zitten. Nou, kijk. Hier is Julia. Julia. Je hoeft helemaal niks te doen. Oké. Je hoeft alleen maar vast te houden. Hop. Ik rek hem een beetje uit. Het effect kan ik lekker mooi maken door hem even goed uit te rekken. Gaat goed, hè? Vasthouden, toch? Oké.
Goed, nog een keertje. Elk van deze ringen moet u voorstellen als zo'n luchtdeeltje. En wat ik ga doen, ik ga ze bij elkaar knijpen hier. Dat is eigenlijk dat is die tik geven die ik anders met mijn stembanden gedaan zou hebben. En dan moet u zien wat daar gebeurt. Zag u? Dat is die tik die doorgegeven wordt. Ik ga hem nog een keertje doen voor de mensen die hem heel graag nog een keer willen zien. Ik laat hem even uitdempen. En nog een keer. Hij wiebelt een beetje in de weer, maar dat is niet wat we bedoelen. Maar goed, u weet waar we naar kijken. Hoppakee, ziet u? Daar gaat hij. Elk van die ringen blijft op zijn plek heen en weer bewegen, maar het is het doortikken, dat is wat wij gedaan hebben. Dat is wat wij een geluidsgolf noemen. Het doortikken van die deeltjes. Julia, dankjewel. Mag ik een applaus voor Julia alsjeblieft? Geweldig. Nou, fantastisch. Daarmee hebben wij dus eigenlijk ook gewoon nu goed begrepen wat we eigenlijk bedoelen met een geluidsgolf. Maar dan willen we eigenlijk als natuurkundige iets meer gaan begrijpen. Want u weet nu hoe geluid van mij bij u terechtkomt, maar ik heb u nog niet verteld waarom ik anders klink dan u zelf bijvoorbeeld. Of waarom bijvoorbeeld die trommel anders klinkt dan een trombone. Als het allemaal trillende deeltjes zijn, wat maakt het ene geluid dan anders dan het andere geluid? Nou, dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Want weet u, wij zouden een plaatje kunnen gaan tekenen hoe één zo'n luchtdeeltje heen en weer aan het bewegen is. En aan dat plaatje kan ik u drie eigenschappen van geluid laten zien. U moet even op het scherm kijken, dan ziet u hem gebeuren. Wat u hier ziet is een plaatje van hoe één luchtdeeltje heen en weer beweegt. Nou, u ziet het luchtdeeltje gaat horizontaal heen en weer in mijn voorbeeld. Maar dat tekent zo lastig, dus wij tekenen hem op en neer. Ja? Dus wat u hier ziet, als hij omhoog staat, bedoel ik dus dat het deeltje ver weg is. En dan gaat hij weer terug. Dan is hij naar de andere kant gegaan en zo gaat hij heen en weer en heen en weer. Hier ziet u het heen en weer bewegen van één luchtdeeltje. En ik beloof u dat we daar drie getalletjes aan kunnen aflezen. Nummer 1 is hoe hoog zo'n top en zo'n dal dan is. Dus hoe ver zo'n deeltje heen en weer beweegt. Dat noemen wij met een duur woord in de natuurkunde de amplitude. En uw oor, uw biologie, uw brein registreert als de hardheid van het geluid. Als ik heel zacht praat, dan bedoel ik dat ze heel weinig ruimte innemen bij het heen en weer bewegen. Dus hard praat is het tegenovergestelde. Sterker nog, kunnen we zien. Hier komt een andere golf met een grotere amplitude. Dit is een luider geluid. Ik had u een tweede getalletje beloofd, dat kunnen we nu op het scherm gaan zien. Wat hier staat, is dat deze groene golf, nou die beweegt ook heen en weer. Zelfde amplitude, zelfde luidheid. Maar hij doet het vaker, hè? In dezelfde hoeveelheid tijd. Dus dat betekent dat die deeltjes sneller heen en weer gaan. Dat getalletje heeft ook een naam, dat noemen wij de frequentie. En uw brein en uw oor registreert dat als de toonhoogte. Iemand die met een hoge stem praat, die maakt de deeltjes heel erg snel heen en weer aan het bewegen. En iemand die met een lage stem praat, dat gaat dan heel traag heen en weer. Dat noemen wij de frequentie. Ik had u het laatste getalletje beloofd en dat is hoe snel dan dat getik van die botsingen van mij bij u terechtkomt. Kan ik niet aan het plaatje laten zien, maar gelukkig hadden wij net de trap lopen en u zag hem gewoon lopen heen en weer. Goed. We hebben een hoop geleerd al op dit moment, want we weten nu eigenlijk wat geluid is. Maar dat betekent ook dat we er een beetje mee kunnen gaan spelen. We zouden bijvoorbeeld eens kunnen proberen of we mijn stem niet een beetje hoger of lager kunnen maken. Nou, u heeft nu gezien, dan moeten we dus zorgen dat de deeltjes die ik heen en weer aan het bewegen laat, dat dat lekker langzaam gaat. Nou, iedereen die wel eens boodschappen gedaan heeft, met zo'n boodschappenkarretje staat en die heeft er, ik heb geen idee waar u van houdt, maar laten we zeggen dat u er 14 kratjes bier in gedaan heeft, of kokosnoten waar u van houdt, en u beweegt hem heen en weer, dat wil niet zo. Hè? Hoe zwaarder het is, hoe moeilijker het u heen en weer krijgt. In het geval van zo'n deeltje zou dat dus betekenen dat hij heel langzaam gaat, dat u een lage toon hoort. Het omgekeerde is ook waar, als u het boodschappenkarretje helemaal leeg laat, ja dat wiebelt als een gek, hè? Heeft er geen problemen mee. Dan kunt u dus heel makkelijk een hoge toon maken, heel makkelijk snel heen en weer bewegen. Dus wat zou het toch mooi zijn als ik mijn stem hoger zou willen maken, als ik in plaats van lucht heen en weer laat trillen, andere deeltjes gebruik, die gewoon lichter in massa zijn, die makkelijker heen en weer te sturen zijn. Nou, die bestaan. Allemaal wel eens bij de Efteling geweest, denk ik, hè? Ja, saai dan met je ballon. Hier zit helium in. Helium is lichter dan lucht. De deeltjes hebben niet zoveel massa als lucht. Kun je dus makkelijk heen en weer bewegen, krijg je dus een hogere frequentie. Zou je dus met een hogere stem moeten gaan praten. Dat het trouwens lichter is, ziet u omdat hij omhoog wil. Voor de kenners, Julia, is de wet van Archimedes. Nou, laten we eens kijken. Oep.
Dus in plaats van lucht laten trillen door diezelfde stembanden, ga ik het nou met een lichter deeltje doen. Nou, als het goed begrepen heeft, dan weten we wat er gaat gebeuren. Weet u nog dat stripfiguurtje van net, waar ik het over had? Dat ben ik nu. Gelukkig houdt het effect heel erg snel op. Dat komt natuurlijk, op een gegeven moment neemt de normale lucht het weer over. Dan krijg ik mijn normale stem weer terug, ja? Dus bij deze doen we het weg. Het omgekeerde effect kan ik ook maken trouwens. Ik zou ook mijn stem lekker zwaar en zwoel kunnen maken. Dan moet ik een ander gas nemen waar de deeltjes zwaarder van zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan argon of krypton of zo. Klinkt heel giftig, is het niet, geen zorgen. Het zit in TL-buizen bijvoorbeeld. Maar we hadden bedacht, van laten we nou niet op het podium aan TL-buis gaan zuigen. Dat was, u gelooft mij wel als ik het zo vertel. Hè? Dat het zit wel goed, ja? Oké. Hetzelfde trucje trouwens, dat wij met massa die deeltjes makkelijker heen en weer kunnen bewegen. Dat kan ook met een gitaar gedemonstreerd worden. Voor de duidelijkheid, ik speel dus helemaal niks. Hè? Dus ik ga hem hier doen. En het lijkt net alsof ik hier een singer-songwriter ben. Ben ik helemaal niet. Ik ga alleen even tonen laten doen. Er zitten hier meerdere snaren op, waaronder een hele dunne snaar. Lage massa. Komt de toon uit. Ik pak een andere snaar, zwaarder, meer massa, moeilijker heen en weer te wegen, lagere toon. Ik zei al, ik speel dus helemaal niks, hè? Maar u hoort waar ik het over heb. Hetzelfde effect, weer die massa die daar een rol speelt. Maar nu ik die gitaar toch in mijn hand heb, kan ik ook meteen een ander effect laten zien, waarmee ik ook de toon kan aanpassen. Ik pak nu enkel en alleen deze snaar, die zo mooi klonk net. Dus ik raak geen enkel andere snaar aan. Er is geen enkel massa-effect, wat we net bespraken. Dus nog een keer. Nou, werkt als een trein. Maar nu leg ik mijn vinger op een andere plek op die snaar. Nou, u heeft allemaal gitaarspelers gezien. Of u speelt misschien wel gitaar. U weet, de toon is nu anders. Nou, nog een keer. Dat kan niet zoveel te maken hebben met de massa. Het is gewoon dezelfde snaar. Het heeft dus ook iets met de lengte te maken. En dan komen we in de buurt van dat wijnglas wat we beloofd hadden. Wat er gebeurt, is dat als ik hier tegenaan tokkel, dan komt er hier dus zo'n geluidsgolf in, hè? Botsende deeltjes, nu van die snaar, en die reizen allemaal deze kant op, zoals net door die traploper, en die komen dan mijn vinger tegen en het stuiten dus weer terug. Even een plaatje van. Het wit wat u daar ziet, dat is mijn vinger. En hier ziet u de lengte van de snaar. Nou, dan komt hij mijn vinger tegen en dan botst hij weer terug. Dat ziet u hier. En ziet u dat? In dit specifieke geval is die heengaande geluidsgolf door die snaar, botst terug in het rood, zijn eigen echo zou je het kunnen noemen. Ja, en die heen en weer gaande golf, die komen elkaar tegen in diezelfde snaar. Nou, prima, dat zou er zo uitzien. Als ik nou mijn vinger ergens anders neerleg, dan zou het er zo uit gaan zien. Hoppakee, vinger een beetje opgeschoven. Dan ziet u dat die ook langs die hals omhoog beweegt, bij mijn vinger aankomt en terugstuitert. Maar nu liggen ze. Die teruggaande golf, die echo, die ligt niet zo mooi op die heengaande golf als op het begin. Oké, nou ja, goed. Het zal wel. Hartstikke leuk. Wat heeft dit nu voor betekenis voor die verschillende tonen die we uit de gitaar kunnen halen? En hier komt dat ene trucje van, ik zei, de natuur gebruikt het keer op keer op keer op keer op keer. Het zogenaamde superpositiebeginsel. Dat is een heel duur woord om iets heel makkelijk te zeggen, namelijk dat als twee golven elkaar tegenkomen, dat je gewoon hun amplitudes mag optellen. Dus laten we even kijken naar die twee situaties. Hier was die eerste waarbij de heen- en teruggaande golf in die snaar elkaar precies optellen. En wat ziet u? De totale golf die dan uitkomt, die superposities zoals ze dat noemen, die witte, die is groter dan de twee die aanvankelijk door die snaar heen gingen. Nou, dat is mooi, want u weet ook dat amplitude een hard geluid betekent. Dit geluid wordt dus flink versterkt door die snaar. Tweede situatie. Dit was het geval waarbij ze niet netjes op elkaar liggen, de heen- en de teruggaande golf. Dan ziet u dat de amplitude van die superpositie, die optelsom van die geluidsgolf en zijn eigen echo, die doven elkaar een beetje uit. Nou, wat betekent dat in de praktijk? Dat als ik dan zo'n gitaar in mijn hand heb en ik leg mijn vinger ergens neer, dan maak ik heel veel geluidsgolven aan. Die lopen allemaal door die snaar heen, komen allemaal hun eigen echo tegen. Maar alle geluidsgolven die op deze lelijke manier op elkaar liggen, die doven zichzelf met hun eigen echo uit. En alleen die golven die netjes op elkaar lagen, zoals we in het eerste plaatje zagen, die worden versterkt. Nou, of ze wel of niet netjes op elkaar liggen, hangt af waar ik mijn vinger neerzet, maar ook hoe snel die op en neer beweegt. Dus ziet u dat op deze manier zo'n gitaarsnaar eigenlijk bepaalde frequenties uitfiltert en de andere helemaal plat slaat? Daarom is dat elke keer anders als ik mijn vinger ergens anders neerleg.
De natuur filtert dat automatisch uit. Oké, nou, hartstikke goed. We hebben nu opnieuw een hele hoop geleerd. Want wat we eigenlijk wilden doen, hè, terug naar die hoofdvraag, is dat we wel wilden kijken of je zo'n glas nu kapot kan zingen. Nou, laat ik dat glas even pakken. Er zit piepschuim in, kom ik dadelijk op. Glas, ik zal er tegenaan tikken, geen zorgen, eerste rij, het zal niet te hard doen. Komt een mooi geluidje uit, hè? Dat is nu dat glas wat heen en weer aan het wiebelen is, die glasdeeltjes. En u weet, daar hoort een geluidsgolf bij, die hoort u op dit moment. Er gebeurt iets interessants, wat moet u eens horen? Ik zal iets harder slaan. Zelfde toon, hè? Ja, hij is luider, maar hetzelfde toon. Het maakt ook niet uit hoe snel ik erop sla. Komt elke keer dezelfde toon uit. Ik moet niet te hard slaan, want dan geef ik de amplitude van die glasdeeltjes, die wordt zo groot dat die deeltjes elkaar loslaten en dan breekt dat glas. Hè? Dat gebeurt als ik met een hamer erop zou slaan. Maar dat is niet de enige manier waarop jij een amplitude groot kan maken en het glas kan breken. We zagen namelijk net bij dit superpositiebeginsel dat je ook de amplitude groot kan maken als je er maar tegenaan gaat met een geluidsgolf die precies past, overlapt met de golfjes die in het glas zelf zitten. Dus wat moeten wij doen? Wij zouden eigenlijk hier tegenaan een geluid moeten projecteren die precies overeenkomt met deze toon. Deze toon noemen wij trouwens de eigen frequentie van het glas. Dus letterlijk wat het woord suggereert, het is de frequentie, de toonsoort die eigen is waarmee het glas wil trillen. Waarom het deze toon is en een andere, dat is weer een heel ander verhaal. Maar het feit is, als je dus dit glas een grote amplitude wil geven met die superpositie, hoef je alleen maar van buiten tegenaan te zingen met precies dezezelfde toon. Liggen de golfjes netjes op elkaar en dan laten de deeltjes elkaar los. Nou, dat betekent dus ook dat ik dus, als ik dat zou zelfs willen doen, dan zou ik er tegenaan moeten zingen met een uiterst zuiver vaste stem. Gelooft u maar, dat ben ik niet. Daar kan ik helemaal niks van. Dus wat zou toch mooi zijn als wij daadwerkelijk een operazanger of zangeres in de coulissen hadden staan. Nou, kijk nou, daar zul je er hebben. Dames en heren, dit is Chris. Chris is een professioneel soprano-zangeres. Chris, it is my understanding that a lot of people ask you whether you can actually do this in practice. Is that true? Well, yes. When I tell everybody that I'm an opera singer, the first thing that I often ask is that, can you break a glass when you sing? And have you ever tried it? No. All right, let's try it. You have a primeurtje. Nu even terug op dat piepschuim. Ook als het glas niet gebroken wordt, maar wel aan trillen is gebracht. Gewoon niet genoeg om het te breken, maar wel dat het glas aan trillen is. Dan zou je het kunnen zien aan het piepschuim. Dus Chris, would you like to try? Okay. I'll go stand over there. Safety first. Oh yeah, the goggles. Yeah, there we go. Kon het allemaal zien dat het piepschuim begon te bewegen? Nu hadden we ook gezien dat als zij het glas wil breken, dan moet ze wel bij één toon blijven. Hè? Zoals nu ging ze door verschillende tonen heen. So could you try it again, but try it on only one pitch and see if it breaks. And I'll go stand over there again. With my back turned. U ziet, het is op dit moment nog niet gelukt. De reden hiervoor is niet omdat Chris geen goede zangeres is. Hè. U hoort, ze zingt als een nachtegaaltje. De reden dat het niet lukt is omdat die frequentie, die eigen frequentie die dat glas nodig heeft om die golven netjes op elkaar te leggen, dat moet heel precies gedaan worden. Je zit er zo een klein beetje naast. Dus het is ook echt heel erg moeilijk om voor elkaar te krijgen. Wat ze wel even laten zien is dat geluid daadwerkelijk getril is. Want u zag het terug aan het getril van het piepschuim.
Thank you very much, Chris. Can we have an applause for her? Tja, om u zo naar huis te sturen is een beetje een anticlimax, hè? Dus wat we gaan doen, ik zei al, de moeilijkheid is niet dat Chris niet mooi zou zingen, absoluut niet. Nee, de moeilijkheid is natuurlijk dat je wel precies de juiste frequentie moet aantikken. En dat is gewoon heel erg lastig. Maar een computer, elektronica, kan dat wel heel erg goed. Wat zou toch mooi zijn als we het experiment in de praktijk zouden kunnen uitvoeren. En daarvoor hebben wij Colin. Dames en heren, Colin. Fantastisch. Daarmee hebben wij dus eigenlijk die hoofdvraag van vanavond hebben wij beantwoord. Kan dit echt? Het antwoord is, het kan dus echt. De voorwaarde is wel dat wij dus heel erg goed de juiste frequentie aanraken. Dat is goed nieuws voor iedereen die hier nog een keertje in paradies wil komen naar een concert te luisteren. U hoeft niet bang te zijn dat uw bierglas voortaan door de band van dienst kapot gezongen wordt. Ja? Het zal niet zo snel gebeuren. Maar er was een tweede punt, hè, waarmee we begonnen. Want ik vertelde u dat natuurkunde vaak moeilijk gevonden wordt, omdat al die moeilijke formules erin zitten. Maar toen verklapte ik ook aan u dat de natuurkunde elke keer hetzelfde trucje opnieuw gebruikt. En alles wat wij nu vanavond gezien hebben over geluid en over eigen frequentie en over amplitude, dat werkt ook allemaal op andere plekken in de natuurkunde. Dus dat betekent dat wat u vanavond gezien heeft mee kunt nemen naar andere stukjes natuurkunde. Voorbeeldje, elektromagnetische golven, u heeft er misschien wel eens van gehoord. Het komt letterlijk uit de lamp op dit moment, dat is licht. Ander voorbeeldje, misschien heeft u wel eens gehoord, kwantummechanische golven. Kwantummechanica is de theorie van de allerkleinste deeltjes, quarks, elektronen. Verschrikkelijk ingewikkeld, het zijn ook golven. Mijn vakgebied, zwaartekrachtsgolven uit het diepe heelal, golven van ruimte-tijd. Verschrikkelijk ingewikkeld, maar het zijn wel golven. Dus als u mij vraagt, ja, maar ik heb niet zo'n goed gevoel bij elektromagnetisme of bij kwantummechanica of bij zwaartekracht. Ik eigenlijk ook niet. Maar omdat het elke keer weer aan dezelfde regels voldoet als dingen waar we wel wat van begrijpen, geluid, betekent dat dat wij dus natuurkunde eigenlijk veel beter begrijpen dan we in eerste instantie denken. Daarom kan ik met recht zeggen dat natuurkunde, daar zit dus echt muziek in. Dank u wel.